Vandaag in de vakantievlog, feestelijk nieuws. Ik kwam terug en opeens ging Bram op één knie. En, ja, echt op je knieën. Stel dat iemand jou ten huwelijk zou vragen. Zou je ja zeggen? Oh ja, hier is net een ongeluk gebeurd. Wij zaten in het zwembad en één keer zo bam. Helemaal wat beter? Ja. Met de schil. Oké, ik denk dat de camera even uit moet. Prima feuntje. Ja. Het is mijn eigen feun, ik heb hem meegenomen. Er ligt hier wel een feun. Deze van Rowenta Pro Ionic Ceramic. Ziet er eigenlijk ook wel prima uit, maar goed. Ik heb het er niet op gewacht. Goedemorgen, ineens is het alweer woensdag. En nou is er iets geks aan de hand. Ik ben vergeten welke dag we ook weer precies teruggaan. Of het nou zaterdag of zondag was. Het komt omdat ik het... Ja, super dom, maar het komt omdat ik het... Ik had het eerst verkeerd in mijn agenda gezet. Toen wees iemand me erop. Iemand van de vriendengroep zei, nee, we gaan zaterdag. Of nee, we gaan zondag. En toen weet ik niet meer of ik het dan heb aangepast in mijn agenda of niet. Dus ja, ik moet zo even vragen, wanneer gaan we ook weer naar huis? Maar in ieder geval voelt woensdag wel als een beetje soort het midden van de week. Gaat het ineens hard? Ik doe aan vandaag. Ik trek vandaag mijn nieuwe jorts aan van Zara. En ik dacht dat dit misschien wel leuk was daarop. Ik heb er dus ook een, ja, is ook een bijpassende korte broek bij dit ding. Maar ik vind het samen net iets, ja, ik vind deze leuk, maar ik vind het samen eigenlijk net iets te veel een soort pyjama. Of een soort, ja, ik weet niet, het heeft een beetje een slaapkamer vibe. Dus deze ga ik even strijken. Jawel, vakantiefruit. Laat zien. Oh, smaakt toch eigenlijk naar niks? Wel, naar zout. Oh. En even met een gore textuur. En er zit zo'n leuk dingetje aan. Ja. Eindeloos plezier mee kan hebben. Weet je dat iedereen weet dat je dat niet kan opeten? Ik hoop het, want het is niet tevreden. Is het van was? Ja. Zo. Genieten. Zo Manu, hoe bevalt de vakantie tot nu toe? Ja, heel goed. Ik ben lekker aan het genieten van de zon en het lekkere eten. Maar jij moet ook nog wel een beetje werken. Ja, helaas wel. Maar het is wel goed te combineren. Ik werk een paar uur per dag en dan doe ik mijn boek dicht en dan ben ik gewoon in een paradijs. Ja. Dus dat scheelt. Ja, ja. Dat ja. Vond ik ook zo lekker in Griekenland. Dat dan deed je eigenlijk gewoon hetzelfde als thuis, maar dan op een hele mooie plek. Ja. En ik kom wel echt tot rust. Ik dacht dat me dat niet zou lukken door de spanning van de aankomende promotie. Ja. Maar dat gaat eigenlijk wel goed. Ja. Maar jullie waren al eventjes in Spanje. Ja. En toen is er eventjes iets heel spannends gebeurd. Ja, ja ik heb een leuk nieuwtje. Ja, hij valt er bijna af. Hij is geel-goud. En ik vind hem echt heel mooi, want er zit allemaal relief in. Oh ja. Nu zie je hem wel goed in. Maar hij is te groot, zoals jullie zien. Ja. Maar ik vind hem wel super mooi. Dus als we terugkomen in Nederland, dan gaan we hem laten verkleinen. Maar wat is er gebeurd? Ja, nou misschien moet Bram het vertellen, want jij hebt het uiteindelijk uitgekozen. Je dacht ineens... Ik dacht, waarom niet?
Zo romantisch. Nee, ik dacht, ik ga me nu de huwelijk vragen. Mm-hmm. Op vakantie, op zijn verjaardag. Oh ja, tot nog je verjaardag. Ja, ja, dat heeft hij heel slim gedaan, want nu vergeet je deze datum nooit meer. Ja. Ja. Nee. Heb je dat echt zo bedacht? Dat is echt heel slim. Lifehack. Oh nee, maar je moet, het gaat op de datum dat je getrouwd bent. Ja, daarom. Dus eigenlijk is het niet zo heel handig. Ja, moet je dat ook nog ergens op ezelsbruggetje voor verzinnen. Mijn verjaardag. Nee, dus we waren in een visrestaurant. Ja. En wat past er nou beter bij vis dan een gouden ring? Ja, het ging heel subtiel eigenlijk. We waren met Brams familie aan tafel en ik had het niet verwacht, laat ik dat eerlijk zeggen. We hadden het natuurlijk wel over gehad, maar ik had niet gedacht dat hij deze vakantie ging vragen. Nee. Ja, we hadden net het hoofdgerecht op en ik kwam terug en opeens ging Bram op één knie. En, echt op je knieën? Ja. Zoals het hoort. Zeker. Echt op mijn knieën. Ja, alleen niemand had het door. Want ja, Bram wel, die zijn beelden van. Ja, er zijn beelden van, maar, maar Bram deed het heel subtiel en heel zachtjes. En ik had wel door dat hij het aan het doen was, maar okay. Gelukkig. Maar goed. En wat zei je dan? Wil je met me trouwen? Er was niet echt een lead-up. Ja, dat was wel een lead-up. Ja, we hadden het over dat Bram mij een samenwoontrofee had gegeven. Had cadeau gedaan. En, wat is dat? Nou, dat is dat Bram erkent dat het heel moeilijk is om met hem samen te wonen. Oh. Nee, is een grapje. Maar het was eigenlijk gewoon een joke. Maar oh, zo een soort dat heb je gewonnen, heb je verdiend. Precies. Door met Bram. Precies. Oh, ja. Ik heb het zo lang in x aantal maanden volgehouden met Bram in hetzelfde huis. Dus ja. Bij deze trofee. En toen hadden we het daarover. En toen die anekdote vertelde ik aan Brams familie. En toen zei Bram, wil je voor altijd met me samenwonen? Oeh. En toen ging je zo heel subtiel op één knie. Zo subtiel was het niet. Ik voel het nog steeds. Ja. Ja, soms zie je toch ook zo'n mannen zo eerst zoiets op de grond leggen. Zodat hun broek niet vies wordt. Yeah. Ik was er bijna achter gekomen dat hij het ging vragen deze vakantie. Oh? Omdat Bram de ring ging kopen in Utrecht. En ik per toeval. Dat was echt een slapstick moment. Inderdaad. Ja, Bram, dat moet jij misschien vertellen. Jij was even weggesneakt eigenlijk. Nee, maar nu ging naar de kapper. En ik moest nog een paar boodschappen doen. Dus ik ging doen. En toen was ik vrij snel klaar. En toen dacht ik, nu is het moment. Dus ik ging terug naar die kapper, keek even naar binnen. En toen dacht ik, dat duurt nog een uur. Dus ik denk, heb ik volop tijd om even rustig te krijgen. Dus ik, daarnaast de kapper zat in juli, dus ik daar naar binnen. Mm. Dus ik begin met die vrouw van ja, ik zoek een ring, bla bla bla. En je had al best wel een beetje een idee van wat je nee, zat. Nee, ik had voorwerk. Ja. Dus zij laat een paar dingen zien. En toen was ook, ja, de maat is wel goed. Ik zeg, nou, was ook wel. Ik zeg van, hij heeft hele dunne vingers. En die vrouw doet zo, weet je, was die van mij. Maar die vrouw had niet zulke dunne vingers. Nou ja, in elk geval niet zo dun als die van me nu. Nee. Dus maar dan moet je zeggen, nee, ik bedoel, nee, maar echt dun bedoel ik. Dus dat was best een beetje awkward. Maar goed, ik sta daar een beetje met die vrouw zo te bakkeleien. En direct voor mij is de etalage. Ja. En het glas en de straat. Mm-hmm. En wie staat er op straat? Manu staat een beetje ongeduldig te appen. Nee. Waar blijf je nou? Dus ik moet even snel zorgen dat Manu wegging. Dus ja. Ik zo, ja, ik zie je wel bij de winkel van Sinkel. Ik kom dan van de andere kant of zo. We zien elkaar daar wel. En ik zo, hop, even snel wegsturen. Voor het geval dat hij zeg maar door de ruit naar binnen kijkt. Ja, dan had je natuurlijk wel gelijk geweten wat er aan de hand was. Ja, dan had ik het wel gezien. Ja. Dat zou wel jammer geweest zijn. Dus ik naar een sprintje trek naar de winkel op Sinkel. Stond me nu heel schijnig te wachten. Ja, waar was je nou? Ik zei, ja, ik heb elkaar misgelopen of zo. Ja, dan een lulverhaal. Dit is toch onhandige communicatie. Daar kan ik dus echt niet tegen. En dat weet Bram, dus ik was echt pist. Maar goed, dat was wel een goed doel. Dat was een heel goed doel, ja. Het is echt heel mooi. Ja, thanks. Ik vind hem ook super mooi. En dat kun je gewoon op maat laten maken? Ja. Dan haal ze een stukje uit of zo. Ja, ik weet, Bram, weet je hoe ze dat doen of niet? Ik denk dat ze na het stukje uithalen en dan weer aan elkaar. Ja, ik ben dus heel bang dat ik hem kwijtraak de hele tijd. Dus ik draag hem ook te weinig. Kunnen we eigenlijk niet omdoen. Nee, stel je voor dat ik die in de zee... Nee, dat ga ik niet doen. Nee, ik ben er heel erg aan gehecht al. Dus. Ja, alleen, wat doen we nou met trouwringen? Dat is dan wel de vraag. Ja. Of je die dan er overheen of er, ook op dezelfde vinger schuift. Of aan de andere ringvinger, of deze weer afdoet. Ja, deze is het zonde als je deze niet zou dragen. Ja, dat vind ik dus mooi. Ook. Ja. Of ik maak hier, hang deze aan een ketting of zo. Ja. Ik mag op werk sowieso geen ringen dragen. Dus je ziet dat vaak bij artsen inderdaad, een ring aan de ketting. Ja, dus daar moet ik nog even over nadenken. Ja, maar ga je ook een ring dragen dan de trouwring? Ja, maar goed niet meer werk. Oh, nee. Maar wel thuis. Je bent wel thuis. Ja. Toch? Ja. Dus nu moeten we weer wat gaan plannen. Ja, maar daar kun je waarschijnlijk nog even niet aan denken. Die promotie eraan komt. Nee, eerst de promotie en dan
Dan gaan we denk ik ergens in 2025 een keer ja, dit plannen en trouwen. Heel ja, leuk. Ja, superleuk. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Ja. Ja, super blij. Nu moeten we nog gaan nadenken over wie we gaan vragen als getuigen en al dat soort dingetjes. Jurk. Jurk, inderdaad. Achternaam, wie neemt welke achternaam? Oh. Wie doet welk streepje? Oeh. Ja, ja, ik weet het nog niet zo goed. Misschien moeten we een poll starten op Instagram. Of het Vrijse Bilse moet worden of Bilse Vrijse. Ja, of alleen Vrijse of alleen Bilse. Ja. Maar ik denk dat het met een streepje wel leuker is. Ja, vind ik ook wel. Ja, vind ik wel deftiger. Geweldig. Ja. Wat een event. Ja, ik heb er super veel zin in. Laat het nog één keer zien. Ja, dit is hem. Zo. Hij komt op camera denk ik niet hetzelfde over als in real life. Nee, maar hij is echt mooi. Maar zien jullie mijn spinnenvingers of niet? Ja, daar is geen ring voor te vinden. Nee. Mooi uitgezocht. Misschien kinderringetjes. Ik heb het Bram ook best wel moeilijk gemaakt trouwens met die ring. Want ik zei, we hadden het wel natuurlijk over een beetje over gehad. En ik zei, nou, dit zijn mijn voorkeuren, hint, hint, hint. Mm. En ik wilde niet een te dikke ring of een te brede ring, zeg maar. En een steentje, nou, twijfelde ik een beetje over. En gender is een sociaal construct. Dus ik dacht, ja, weet je, ik hoef niet per se een mannenring. Nee. Maar ja, en wat is een mannenring? En ja, ik denk wat dikker vaak. Dikker inderdaad. Ja. Maar ik dacht, ja, om gelijk zo drie van die dikke diamanten erop te doen, dat is misschien ook een beetje out of the box. Misschien voor de trouwring. Ja, wie weet, wie weet. Dus het hoeft niet zo heel conventioneel. Dus daarom vind ik deze zo leuk, omdat hij veel relief heeft. En beetje een vintage look vind ik wel. Ja, precies. Dus hij past goed bij me. Dat, ik heb het Bram niet heel makkelijk gemaakt, maar hij heeft het gewoon heel goed uitgekozen. Ja. Het is inmiddels een uur of twee, denk ik. Ik heb even lekker zitten werken. Ging best wel goed. Ook wel prettig dat Manu en Marinus en Bram, die zaten ook gewoon even op mijn laptop. Dan ben je niet de enige die zich afzondert. Dat helpt wel. En nu heb ik mijn zwembroek aangedaan. Een wijntje ingeschonken. Tijd om te zwemmen. Grote lens, zeg. Grote lens. Ik heb twee vragen voor jullie. Eén is dat ik niet weet wanneer we naar huis gaan. Zaterdag of zondag? Zondag. Oh, dat is een meevaller. Oh, chill. Dat is fijn. En twee is, stel, je zou één dag een dier zijn. Welke dag zou je kiezen? Wat? Huh? Welke dag? Nou? Maandag. Oh ja? Zaterdag in het weekend lekker. Ja. Nee. Oh, ja. Nee, als ik maandag doe, dan hoef ik pas dinsdag te werken. Ja, zondag van je weekend eigenlijk. Voilà. Oh, wat is dit? Ik vind het zo interessanter. Jij wil op zaterdag een dier zijn. Maar welk dier dan? Een hond. Ja. Een hond. Een kat, want die kan lekker zelf. Je kan alle dieren zijn die je wil. Ja. En dan toch een hond. Ja, dat iemand je moet uitlaten en je kak moet oprapen. Een kat is toch wel echt superieur. Ja, die kan echt zijn eigen gang gaan. Slapen, slapen, slapen. Eten, eten, eten. Slapen, slapen, slapen. Ik zou wel een eland willen. Een eland.
Nou, één, je bent fucking eng, want je weegt 800 kilo. En je hebt een heel bos waar je aan kan knabbelen. Ja, oké. Okay. En je maakt leuke geluiden van... Ja. Oh. Oh, zo. Hey, nieuw boosje. En heb je nog geen natuurlijke vijanden? Elanden. Ja, beren. Maar moet je niet dan in december met de kerstman mee? Nee, dat zijn rendieren. Oh, zeker. Nee, maar elanden zijn best wel coole beesten. Ze stinken wel. Ze zijn wel mooi. Ze zijn heel groot. Heb je wel eens een eland gezien? Ja. Oh ja? In een dierenpark. Oh. Elanden in Zweden. Nu heb ik wel een vraag aan jou. Oké. Okay. Stel je in een kantoor moest werken. Oh. Welk kantoor zou dat dan zijn? Welk kantoor zou dat? Nee, je moet er niet aan denken. En een kantoor. Wat voor baan zou je hebben als je een baan moest hebben? Ja, ik denk iets met mensen werken, vrees ik. Belastingdienst. Heb ik nog een shot? Zou je willen trouwen? Nee. Oh ja, dat is het thema van deze vlog. Nou, weet ik eigenlijk niet. Ja, ik denk van niet, maar dan op een gegeven moment kom je misschien iemand tegen en dan denk je, ja, ach. Stel dat iemand jou ten huwelijk zou vragen, zou je ja zeggen? Ja, ik zou denken, ik ben nogal confrontatievermijdend. Dus ik zou denk ik niet aankunnen om dan nee te zeggen. Wat zeg je daarna? Ja, dat je later nog zegt, oh trouwens. Ja. Ik wilde op het moment, niet verpesten. Ja. Zeker als er mensen bij zijn. Toch mij niet. Ja. En jij Nova, zou je willen trouwen? Misschien. Ja? Maar eerst was ik daar tegen. Tegen, ja. Dat is zo heel gedoe. En ik hou van dat nu al heel gemakkelijk. Duur, zeg maar het feest dan, hè? Dat vind je ongemakkelijk. Ik zou niet, nee. Oh ja. En jij? Hè? Ik ben principeel tegen. Ja. Maar er zijn mensen die mij wel moeilijk zouden kunnen vragen. Ja. Het rijkste feest is. Maar dat is vooral afhankelijk van hoe knap ze zijn of niet? Nee. Oh, dat dacht ik. Waar hangt het dan vanaf? Ja, ik kan niet zeggen op camera. Ik ken je. Onder andere. Hebben jullie gezien hoe deze wijn heet? Ja. Eloquent. Nou, zeg eens iets welbespraakts. Ja, ik ben drawn that way. Ja, je hebt net nog een Latijns gedicht voorgedragen, dus... Oh ja. Oh, that amo. Qui. Oh, die et amo, la la la. Quare, it requiris. Stel, jullie zouden één dag een dier mogen zijn. Welke dag zou je dan kiezen? 26 september kiezen. Oh, nice. Mijn verjaardag. Oh ja, dat is jouw verjaardag. Waarom zou je mijn verjaardag kiezen? Ik vind het niet leuk om met mij het bier te drinken. Maar weet jij welk dier ik dan zou zijn? Een feestbeest. Oké, ik denk dat de camera even uit moet. I'm just a bird in the sky. No. Goed, die camera. Aquella noche triste cuando yo te pedí. Cuando baja el sol. Me acuerdo de ti. Vertel jij me even, we gaan eten, wat gaan we eten? Bij een taqueria. Lekker. Kan tacos of Mexicaans. Ah, ik zit helemaal in de stemming. Mexicaans. Ja. Ja. Tacos vind ik lekker, maar het is altijd een beetje rommelig, hè? Ja, maar ze hebben ook quesadillas. Ik hou erg van quesadillas. Oh. Ja, lekker, lekker, lekker. Ik heb er zin in. Kwartiertje lopen, dan zijn we er. Oh ja, hier is net een ongeluk gebeurd. Is echt? Hier wij zaten in het zwembad en denken zo bam! Laten we kijken. Huh? Er waren twee auto's op elkaar gebotst, maar het was veel erger dan dit lijkt. Zeg maar een crime scene. Ja. Met drie ponies. Daar ligt ook een stukje. Ja, het was echt een harde knal hoor. Ja. Geloof het niet, hè? Nee. Nee. Oh, nee. Yes, sir. Deze op je hoofd. Ik hou van dansen en muziek. Spak, ja. Thank you.
klein. Oké. Okay. Wil je maar wat beter? Ja. Met de schil. Oké. Okay. Wel taai. Ik wil alles voor geld. Is hij al weg? Ik ben nou weer aan het eten. Nou, oh jee. Die hele limoen met schil. Ach jee. Hoe race je? Hij krijgt de E50 voor. Die jongen achter jou had net ook een hele limoen in zijn mond. Echt? Maar wie kan zo'n stukje in zijn mond? Ik zou het ook wel doen, maar niet voor 1,50. Onderhandeld. Ja, wat was slecht voor onderhandeling. Ja, ik begon met 50 cent. Oh. Lekker? Daar zit nu cactus. Je staat voor mijn cactus. Er zit nu cactus, snap je? Hè? Er zit nu cactus, dus als je dat... Nou weer? Zeker. Ja, nu zit er cactus. Ik ben echt kapot. Het zal iets te maken hebben met de gezellige zwembaddag. Waarbij nogal wat wijn heeft gevloeid. En nou, we hebben heel lekker gegeten bij een Mexicaans restaurant. Quesadilla's met kip en taco's met stoofvlees. Was echt lekker en wederom zo handig dat het dan op loopafstand is. Gewoon hier in de stad. Dat er ook niemand de Bob hoeft te zijn. Maar het was echt een heel leuke, heel gezellige dag. Mijn favoriete dag tot nu toe, denk ik. Het is nog helemaal niet zo laat. Volgens mij zijn er nog wel wat mensen wakker. Tot nu toe waren Jess en ik steeds degene die als laatste wakker waren. Maar het is even op. We hebben nog B&B vol liefde gekeken met z'n allen. Ook heel leuk, heel gezellig om dat samen te doen. Ik ga heerlijk slapen. Misschien word ik morgen wel lekker vroeg wakker. Ga ik een ochtendwandeling maken. Dat is zoiets wat ik heel graag wil doen, maar het lukt me gewoon niet. Dan lig ik zo lekker in bed. Wie weet morgen. En 's middags gaan we lunchen bij het kasteel van Albert. Albert uit B&B vol liefde. Het is hier 20 minuten rijden vandaan, schijnbaar. Ik hoop niet dat we die vent tegenkomen. Ik vind het zo'n ontzettende eng. Maar goed, dat zie je allemaal maandag. Dus ik wens je vast een heel fijn weekend. Kijk maar. Doei! Ik kan niet inzoomen. Daar. Wat? Daar. Ja, ik zie het. Doe dan. Doe daar. Het. Ja, ik zie het. Wat is er? Daar. Wat? Jezus. Daar. Boomstam.